Om te beginnen maken we een magic loop. En daarin haken we 5 vaste. Eén, twee, drie, vier en dat is 5. Dan trek je hem dicht. Niet tot een rondje, maar tot een half rondje. Dan maak je een keer losse. Je keert. In de eerste, daar maak je een vaste. En nu ga je 3 keer een meerdering maken. Dus in de 3 volgende steken, 1, 2, 3, daar plaats je 2 vaste. Dat is 1 vaste. En dat is de tweede. Dat is de tweede meerdering. En dit is de derde meerdering. Blijft er nog 1 steek over en daar haak je dan nog een vaste in. Als die wil. En ben je klaar voor de volgende rij. De volgende rij, we maken weer een keer losse. Keren. In de eerste maken we een vaste. In de volgende maken we ook een vaste. En dan gaan we weer meerdere. Dat herhalen we ook weer 3 keer. Dus een vaste. En een meerdering. Dus dit is de tweede herhaling. Een vaste. En een meerdering. Dit is de derde herhaling. We haken de laatste vaste. En we zijn weer klaar voor de volgende ronde. Je maakt weer een keer losse. Je keert. In de eerste maak je dus de kantsteek. Dat is 1 vaste. En vervolgens gaan we weer meerdere. En dan gaan we als volgt. Gaan we dus weer 3 keer die meerderingen maken. Je maakt eerst 2 vaste. Dan een meerdering. Twee vaste. En de volgende een meerdering. Twee vaste. En de volgende een meerdering. En dan ben je weer bij de kantsteek en dan plaats je gewoon 1 vaste. En we gaan nog een keer meerdere. We maken weer een keer losse. We keren. We maken de kantsteek. En nu gaan we weer helemaal over al die steken 3 keer meerdere en tot aan de kantsteek. Dus nu haken we eerst de 3 vaste. 1, 2, 3 en dan een meerdering. Eén, twee, drie en een meerdering. Eén, twee, drie en een meerdering. En nu de kantsteek en zijn we weer klaar voor de volgende ronde. En hiermee is dit deel dus klaar. En nu ga je hem draaien. En dan gaan we over deze rand gaan we vaste haken.
Je maakt om te beginnen in de eerste rij, dus hier, maak je een meerdering. 2 naar 2, dus 2 in 1 steek. Vervolgens haak je over dit laatste stukje 7 vaste tot aan hier. En hier komt nog een keer een meerdering, maar over dit stukje plaats je 7 vaste. En in de laatste hier, dan maak je 2 meerderingen. Dan maak je weer een keer lossen. En je keert. En je haakt nu in elke vaste, haak je een vaste. En als het goed zijn, zijn dat het gewoon 11. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11. Vervolgens haak je 13 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je keert. En je haakt over de ketting. Haak je nu 11 halve vaste. In de achterste lus van de ketting. Vervolgens maak je nog 2 halve vaste. En begin je weer opnieuw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je draait de ketting weer. En je slaat 1 over. En dan ga je pas in de achterste lus een halve vaste haken. Dus je herhaalt het 5 keer tot op het einde. Dan blijft 1 steek over, daar haak je nog een halve vaste. En dan heb je 5 van die sliertjes. Als je er nu 5 hebt, 1, 2, 3, 4, 5, dan blijven er hier dus 2 steken over. En dan zie je ook dat deze eerste, die zit hier op de rand. Je hebt er nu 5. We maken dus nu nog een 6e. We maken deze 2 steken, die maken we uiteraard af, want dat zijn we de hele tijd al aan het doen. En haken nu voor de laatste keer, dus de 6e, haken we nog een keer 13 lossen. Je keert de ketting en in de tweede lus gaan we de halve vaste weer oppakken.
En dat zet je vast met één halve vaste in dezelfde steek. En dan heb je er dus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 waarvan deze keurig in de hoek zit en deze zit ook keurig in de hoek. Deze kun je nu even wegleggen. Zet in je steek, zet hier een markeerder in, zodat je steek niet wegloopt. Dit laat je gewoon zoals het is met de bol er nog aan. En je maakt er nog eentje in een andere kleur. In mijn geval maak ik hem wit. Dus je maakt nog een keer zo'nzelfde lampje. Goed, vervolgens neem je de eerste die wat je gemaakt hebt, dan zet je je haaknaald weer terug op je lus. En dan moet je goed kijken, want hierachter zit een steek. En daar haak je een vaste in. Vervolgens haak je nu in elke steek één vaste tot aan de andere kant. En als het goed is, zijn er dat met die eerste die wat ik gehaakt heb in totaal 19. Goed. Goed. Helemaal rond. In deze steken we in en halen er een lus uit. En vervolgens, dus tegen de achterkant aan, hè, kwijt tegen de achterkant, pak je de witte erbij. En je steekt in dezelfde steek. Hier, nog wel die draad naar boven natuurlijk. Je slaat om. Je haalt door. Ik heb er nu 3, hè? Ik heb daarna doorgehaald. Je slaat om en je gaat door al die 3. Zo. Dan zit die vast. En dan ga je hier vervolgens in elke vaste haak je een vaste. Goed. Ja. Vervolgens steek je hier in de eerste steek van die eerste ketting, zeg maar. Daar haak je een vaste. Dan pak je de poot, de eerste poot die wat je hier tegenkomt van je, ja, in mijn geval dan de lila. Die leg je erachter. Die houd je even vast, dat kan natuurlijk ook. Je steekt eerst in de witte, de volgende steek. Vervolgens neem je de lila en het steekje in de volgende steek van de lila. Je haalt de steek door. En je haakt hem vast. Dan haak je op de witte haak je weer een vaste. Vervolgens neem je de volgende lila en die leg je ervoor. En die haak je dan vast met een vaste. Kijk, en dan krijg je dus natuurlijk een eentje achter, eentje voor. Dan kijk je waar de volgende vaste moet. En dat is deze. Dan haak je weer een vaste. Vervolgens neem je de volgende paarse. Deze ligt dus voor
En dan moet je de andere, die moet dus weer achter. Dus je steekt alvast hierin, in die witte. Kun je die andere, die kun je meteen pakken, achter. En je haakt weer een witte. Vervolgens neem je de volgende. En die komt weer van voren natuurlijk. Je haakt weer een witte. Dan weer eentje achter, door de witte, door de lila. Je haakt weer een witte. En dan de laatste lila, die komt van voren. Dan heb je één steek over. En daar zet je dan nog een ander vast. Kijk. Goed, en je begrijpt het al. We moeten nu natuurlijk die witte er nog doorweven. Dus we zijn zo gestopt. We draaien het werk een kwartslag. Je haakt eerst door de eerste. Weer een vaste. Dan ga je op zoek naar de tweede hier. En je ziet dat de eerste, die zit erop. Dus die één, die tweede witte aan de achterkant, die moet er dus achterlangs. Dus die ga je er doorweven. En die haak je dus ook vast aan de volgende vaste. Het is even een priegelwerkje, maar dan heb je zo meteen ook wat. Dan haak je weer een vaste. En gaan we op zoek naar de volgende witte. Deze zit eronder, dus de volgende moet er bovenlangs. Boven, onder, boven, onder, boven. Daarom zei ik al, het is een priegelwerkje. En deze komt dus achter. Je steekt in de volgende in. Dan in de volgende van de witte. En je zet ook daar weer een vaste in. En haakt op de paars, op de lila, weer een vaste. Goed, je herhaalt dit nu helemaal rondom. Of ja, rondom. Je verwerkt die andere drie en dan zie ik jullie zo meteen weer terug. En dan is dit het resultaat. Hij zit hier vast. In de laatste haak je een halve vaste, dan zit die vast. En dan ga je hier, kijk waar dat gaatje zit, daar haak je nog een keer een vaste. En ook een keer op de ring een halve vaste. En dan is het net alsof er niks aan de hand is. Dan kun je afrechten. Dan kun je en dan maak je nog zo'n deel en dan kunnen beide aan elkaar genaaid worden.